Op de homepagina van de studentenportal staat de belangrijkste informatie die je kan raadplegen zonder in te loggen: nieuws, onderwijsmededelingen en de agenda. Voor meer informatie en om de portal persoonlijker te maken, dien je in te loggen. Vul je student- of medewerkersnummer in. Wanneer je ingelogd bent, is het tabblad Mijn UT zichtbaar. Hier kun je meerdere tabbladen toevoegen en per tabblad kun je gadgets plaatsen. Alle wijzigingen onder Mijn t zullen opgeslagen worden en bij de volgende keer inloggen zichtbaar zijn. Ik laat zien hoe je tabbladen kunt toevoegen en hoe je hier gadgets plaatst. Het eerste tabblad is alvast voor je aangemaakt en je kunt maximaal 10 tabs toevoegen. Een tabblad kun je ook een naam geven, deze is daarna in de balk te zien. Wanneer een nieuwe tab is aangemaakt, wordt er een overzicht van de meest toegevoegde gadgets getoond. Tabbladen kun je gemakkelijk verwijderen. Denk eraan dat ook alle gadgets op dit tab verwijderd worden en de persoonlijke instellingen hiervan verloren gaan. Vervolgens kun je gadgets gaan toevoegen. Hier zie je een overzicht van alle gadgets die de Universiteit Twente aanbiedt. Je kunt zoeken op categorie, sorteren op laatst en meest toegevoegd en op alfabet. Daarnaast kun je zoeken in het gadgetoverzicht. Gadgets kunnen verplaatst worden naar een andere plek op het tabblad. Een aantal gadgets kun je verder personaliseren, te zien aan het tandwielicoon. Bijvoorbeeld bij onderwijsmededelingen is het mogelijk om alleen mededelingen van je eigen faculteit te tonen. Dit zijn de belangrijkste basisinstellingen voor de Studentenportal. Wanneer je deze wilt verlaten, dien je uit te loggen en de browser compleet af te sluiten. Veel plezier met het gebruiken van de Studentenportal!